Ja, bravo, bravo. Dat is tenminste een duidelijke keuze van die de Roche-Brun. Dus helemaal alleen doorgaan, maar dan buiten de maatschappij. Dat vind ik goed, dat is duidelijk. Als je nou wel wilt blijven deelnemen aan die samenleving, dan moet je dat, vind ik, niet passief doen, maar strijdbaar. Zoals dokter Mijnsma bijvoorbeeld. Na zijn vergeefse strijd tegen het roken, de Nederlandse jongeren roken nu het meest van de hele wereld, start hij nu een offensief tegen de alternatieve geneeswijzen. Die zullen dus ook wel verdubbelen. Maar wat dokter Mijnsma volgens mij het eerst zou moeten aanpakken, dat zijn de media. Die onvoldoende kritisch al die nieuwe alternatieve therapieën maar propageren. Hebt u bijvoorbeeld vorige week deze uitzending gezien? Kijk. Vanavond in Van Beter Weten een nieuwe lood aan de alternatieve geneesboom. Wij ontvingen bijzonder veel positieve reacties op onze uitzendingen over iriscopie, metaalgeneeswijze en kleurentherapie. En dat sterkt ons in de overtuiging dat u bereid bent om ook de meest revolutionaire geneeswijze tenminste het voordeel van de twijfel te gunnen. De meest recente paramedische wetenschap is de zogenaamde zoetstofwisselingstherapie. En de hiermee geboekte resultaten zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Mijn huisarts heeft een paar jaar terug gezegd, u moet ermee leren leven. Nou, het was niet mee om te leven. Toen ben ik kennis tegengekomen en in deze dokter aanbevolen, ben ik daar naartoe gegaan en die heeft me geholpen. Nou, het gaat met de dag beter. Ik kan weer rechtop lopen, wat ik voorheen niet kon. Ik sta zelfs morgens op zonder pijn in de rug. Nou, het is gewoon een nieuw leven voor me wat ik nu begaan ben. Ontzettend goed is het. Nou, ik heb al 15 jaar een verschrikkelijke hoofdpijn. En ik loop nu ook bij deze dokter. Ik ben met deze hier ook helemaal eens dat ik er verschrikkelijk veel baat bij heb. Wie genezing zoekt in de zoetstofwisselingstherapie, kan voorlopig nog alleen in deze Haarlemse kliniek terecht. Maar de enthousiaste staf hoopt nog dit jaar een tiental paramedische centra te openen waar deze geneeswijze, die is afgeleid van het Duitse modderbad, wordt toegepast. Voorlopig is het hier op dit adres een komen en gaan van patiënten die geen baat vonden bij officiële geneeswijze of bij de meer orthodoxe alternatieve therapieën. Wat is de zoetstofwisselingstherapie? Vroegen wij aan geneesheer-directeur Dr. F. Jacobo. Elke ziekte, elke kwaal, elke pijn is een waarschuwing van ons lichaam. Ons lichaam die zegt, ik kom tekort. Ook natuurlijk omdat wij in een Calvinistisch land leven, durven nog te weinig mensen hun eigen lichaam te verwennen. Dit kan 10 jaar goed gaan. Dit kan 20 jaar goed gaan. Maar dan komt er op een bepaald moment altijd een x-dag waarop een bepaalde y-plek van het lichaam zegt, ik kap ermee, ik scheid ermee uit. U moet dit zo zien dat door ons lichaam duizenden mierendunne elektrische stroomdraden lopen. Als u wel eens kortsluiting hebt gehad, in een stekker of zo, dan ruikt u daarna ook zo'n zurige lucht. Nou, in het lichaam is dat precies hetzelfde. Dus als daar zo'n heel dun stroomdraadje afknapt of bezwijkt, dan verzuurt het omringende lichaamsrajon. En wat wij nou doen, is dat wij die te hoge zuurgraad corrigeren door die verwaarloosde plekken te verwennen met nauwkeurig samengestelde zoeten. Deze 59-jarige slagersjongen kreeg na 40 jaar in weer en wind op de bakfiets te hebben gezeten een goedaardige vorm van reuma in beide knieën. De officiële geneeskunst stond machteloos. Wat kan in zo'n geval de zoetstofwisselingstherapie betekenen? Kijk, dit zijn dus twee schoolvoorbeelden van ernstig verzuurde knieën. Ik schat dat meneer zijn linkerknie nog wel een graad of 10 verzuurder is dan meneer zijn rechterknie, helaas. Is dit gevoelig? Ja, dat. En dit? Nee.
Zie je wel? Wat ik nou ga doen is dat ik beide knieën ga verwennen met de juiste zoetigheid. Dus om de linkerknie breng ik aan een bloemenhoningmanchet. Dat drapeer ik op deze wijze op de knie. Zo, even doorbijten. Juist. Dat is de bloemenhoning die dan in de poriën trekt. Zodat de zuurpijnen eruit kunnen zweten. En om de rechterknie plaatseer ik, en nooit met dezelfde lepel doen we dat in de zoetstofwisselingstherapie, plaatseer ik een Mexico-honingkraag als volgt. Omdat dat een graad of 10 minder zuur is en een Mexico-honing een graad of 10 minder zoet is. Zo werkt het in de zoetstofwisselingstherapie. Zo, beide knieën zwachtel ik nu in, zodat de zoetstof in de knie kan zweten en de pijnen aan de achterkant vanuit de knieholte het lichaam kunnen verlaten. Dus nu gaat het zwachten eromheen en dan zal u volgende week eens kijken hoe dat de goede kant uit gaat met die knietjes van u. Hey? Ja, dokter. Hier is het staflid dokter Theodor van Essen bezig met de selectie van de juiste zoetstoffen ter behandeling van een verwaarloosde bronchitis. Ja. Oké. Goed. Ja, mevrouw. Kijk, het probleem is dus... Haalt u nog eens diep adem? Dat ik nog even kan kijken. Ja, precies. Ja, kijk, het betreft hier dus de bijbronchiën. Ging het nou om de hoofdbronchiën, dan zou ik kunnen volstaan met een eenvoudige huisartsjam. Maar omdat het hier om de bijbronchiën gaat, vrees ik dat het bosbessenjam gaat worden. Dus, mevrouw, wat ik nu ga doen, is dus dat ik... hier, over de stroombaan, dus een spoor van bosbessenjam gaat trekken. Ik zal het meteen even uitvoeren, zo. Ja, blijf me rustig leggen, dat gaat zo. Krijgen we dat hier in een baan om de bijbronchiën, zo. En nou ga ik dat spoor van de bosbessenjam, dat ga ik kruisen met ananasjam. Ja, zo. Nou, laat maar vallen, kan ons het schelen, hè? We zijn nou even bezig. Zo, dan gaat dit spoor zo van de ananasjam. Dat kruist hier zo de bosbessenjam. En op dit kruispunt, daar legt nou het zogenaamde zuurhoofdpunt, noemen wij dat. Ja? Fijn. Nou, u moet nog naar Groningen, geloof ik? Ja. Nou, de laatste trein gaat om 11:30, kan u nog best halen? Ik zou zeggen, blijf u rustig zo leggen, zodat die jam zo'n 3 kwartier kan intrekken. Ja? Kom ik daar nog even naar u kijken. Ja? Fijn hoor. Zo. Dokter Jacobo, kan u even komen kijken? Nou, de behandeling is geweldig, geweldig. Zulke aardige mensen, dat heb ik nog niet meegemaakt, zoiets geweldigs. Ik ben er zeer over tevreden, hè. De zoetstofwisselingstherapie pretendeert geenszins een pasklaar antwoord te hebben op elk modern ziektebeeld. Maar juist omdat deze dynamische, alternatieve geneeskunst nog in de kinderschoenen staat, kunnen de beide geneesheren onbelemmerd door vastgeroeste therapeutische patronen in voortdurend overleg met de patiënt naar hartelust experimenteren om de gevraakte zuren te apathiseren. Maar de huisarts zei dus dat het een hernia was. Jawel, dokter. Ja, die zeggen ook maar wat om er vanaf te zijn, hè? Nee, dan lijkt mij het beste dat we toch eens een marmeladekuur op meneer toepassen deze maand, collega. Of we geven meneer een kersencorset, zo. Framboze kersencorset, dat ken, maar daar komen we niet mee onder de schouderbladen, hè? Daar komen we niet mee dat is onder. Waar, dat is waar. Dus dan blijven de zuren daar toch zitten en hen vaten werk doen. Wacht even. Pasta choca. Pasta choca, dat ken ik. Pasta choca, dat is misschien dat niet zo goed. Me maar dan alleen de ruggengraat. Ja, akkoord. Ga ik meteen bij beginnen. Goed. De ruggengraat opzoeten met pasta choca. Dan geef ik de nieren... geef ik een gembermarmeladekapje. Beide nieren krijgen een gembermarmeladekapje. Zo. En dan lijkt het mij het beste, dokter Van Essen... dat ik de halswervelsimpulsen opwek via de rietsuikerbanen. Juist, dus uit laten waaien. Vanuit de ruggengraat neem ik rietsuikerbanen. Juist.
En die leid ik zo, kijk... Ja, tot aan de pasta choca. Over deze zuurpunten leid ik hem zo naar de halswervel... en nog een keer over dit zuurkruispunt terug. Juist. En dan heb je hier die verdubbelde zoetwerking bij de pasta choca. Juist, kijk, als ik daar nog wat activeer, dat die daar dubbel dan wordt... Dan ga ik hier tot de nieren. Dan kom ik hier terug. Ja, ja, precies. En dan kruis ik hier op die onderste wervel, wel... geef ik nog twee likken... rietsuikerstroop extra. En dan werk ik zo zodat... de pasta choca tussen die banen weer in. Dat is goed. En dan doe ik er voor de zekerheid toch nog een schep gember bij. Behalve die nieren geef ik hem ook hier nog een wat gember. Dan werken we dat hier zo in. Juist. En dit kan zo in zijn geheel... Ik dacht dat meneer zo een half uurtje moet blijven leggen. Leggen. En dat we dan even kijken, wacht even hoor. Dit is misschien een beetje... Hier kan hij nog wat meer hebben. En hier kan hij wat uitwaaieren. Zo. Als we deze zoeting... Ja, dat kunnen we ook doen. We mixeren. Ja. Ik mixeer hier de zoeting. Kijk. Dan trek dat tot voor in de borst, hè? Zo. Blijf u zo een half uurtje liggen? Ja, dokter. Fijn, dan gaan wij nog even naar kijken naar die mevrouw met dat... De zoetstofwisselingstherapie wordt nog te recent toegepast... om nu al meetbare resultaten te kunnen opleveren. Maar dat ook deze alternatieve geneeswijze serieus moet worden genomen... zal ieder wie onze volksgezondheid ter harte gaat onderschrijven. Wij hebben hier mensen... met zulke zure gezichten zien binnenkruipen... die na een gemsessie van anderhalf A1-potje... stralend en rechtop weer naar buiten gingen. Bovendien hebben wij dus een escolaap op onze voorruit... dus nooit geen parkeerproblemen meer. En, dat mag gerust zeggen... wij genieten dus een riant belegde boterham. Mijn conifrère bedoelt hiermee... dat wat wij overhouden van elke X-behandeling... dat wij dat op onze eigen boterham weer smeren. Want dat zou kostelijke zonde zijn. Ja, kan dat nou zomaar? Vroegen een heleboel simplisten ons, gelukkig, na deze uitzending. En er klonk verbazing in hun toon. Maar zonder meer verontwaardigd waren een heleboel simplisten over de uitzendingen die de Icon man of in de bak wou. Allee, onpas. Mijn naam is Cor van der Laak en wil hierom... dat ik op onbeschrijfelijke wijze in mijn kuif gepikt ben... door de zogenaamde behandeling die ik in deze zogenaamde kliniek heb ondergaan. Als je maar niet naar binnen gaat, hoor. Hou je er buiten, Cor. Als jij maar niet naar binnen gaat. Wat wil namelijk mijn geval? Misschien een beetje onsmakelijk praatje, dus zal niet over uitweiden. Maar ik heb al jarenlang problemen met de bips. Ik stop met de bips. Alles aangedaan, niets heeft mogen baten. Nou hoor ik via een neef van haar dus... Oom Sjors is niet mijn neef. Ik hoor dus via haar neef op haar verjaardag... Is niet mijn neef. Jorko, ga eens naar die zoetstofwisselingstherapie. Kende ik niet, dus ik erheen. Je wil alles proberen, je wanhoop. Ben ik hier 3 keer geweest. 3 visites à 50 gulden. Jazeker. Plus dat ik mee naar huis kreeg een pot speciaal op mijn bips afgestemde rozenbottel jam à 260 gulden om de therapie zelf af te maken. Dat heeft me gekost 10 kilo vuil ondergoed per week naar de stomerij. 3 pantalons waar de rotzooi dwars doorheen drong. En de bipsproblemen zijn nog even groot. Hoe groot zijn ze nou, kok? Eerlijk zeggen, zie je wel, zeker die maat. En volgens dokter Jacobo van deze kliniek kon ik alles terugkrijgen van het ziekenfonds. Het zat in het ziekenfondspakket, deze alternatieve therapie. Niets van waar, geen cent van teruggezien, niets krijgen van terug. En ik heb 3 brieven geschreven, beleefd doordringen, met bijsluiting van postzegel, niets op gehoord. Je belt ze op, dan wordt niet opgenomen. Je belt aan de deur, het dokter van Essen doet open, die lange, en die zegt, patiënt van der Laak, de therapie is voltooid, wegwezen. Jazeker, dus je staat machteloos. Wat kan ik nou doen? Om nog enige genoegdoening voor mezelf te krijgen. Niets anders dan deze pot rozenbotteljam door de ruiten van de zoetstofwisseling therapeutische kliniek te donderen. En dat ga ik dus nu doen. Kok, sta klaar om weg te rijden. Voor de God!
Goedemiddag, dokter. Ben je nou helemaal van de rotte bezeiken van de laak? Voor de patiënt graag. Daar krijg jij stroop mee, vader. Dokter Jacobo. Van die dingen, ja. Van die dingen. De berceuse van Busoni. Busoni was in het begin van deze eeuw een der grootste pianovirtuozen en een zeer belangrijk componist. Berceuse is overigens Frans voor wiegelied.